Dames en heren, voordat ik deze zitting besluit, wil ik nog even kort het woord geven aan de heer Kostens. Dank u wel. Ja, dames en heren, beste Johan, ik moest ook een omschrijving doen om een beetje in de stijl te blijven natuurlijk. Maar ik kan eigenlijk met twee petten op een paar woorden zeggen, dames en heren, tegen u. De eerste is namens stadsbestuur. En de tweede pet doe ik als plaatsvervangend burgemeester. Eerst over het eerste gedeelte. Ik dank hartelijk namens het stadsbestuur voor de uitnodiging om nog even een paar woorden hier aan te mogen wijden. Want het belang van de universiteit voor de stad, voor stad en streek, kan niet vaak genoeg onderstreept worden. En dat willen we vandaag ook heel graag doen bij jouw afscheidsreden. Want eigenlijk moet je bij elke faculteit opnieuw verdienen. Want er waren een paar faculteiten voor je die al gestart zijn, maar elke keer opnieuw moet je, als je een nieuwe discipline wilt implementeren in zo'n universiteit, moet je je op verschillende fronten waarmaken. Je moet je wetenschappelijk waarmaken en je moet je qua onderwijs waar kunnen maken. En ik weet nog, ik was op dat moment dat de faculteit startte in de 80er jaren werkzaam op de Universiteit van Tilburg. En alle economen waren aan het overwegen. Zullen we naar Maastricht gaan? Zullen we niet naar Maastricht gaan? En je zag ze aarzelen. Je zag ze aarzelen. Niet omdat ze niet wilden, had ik de indruk. Maar je zag ze ook een beetje aarzelen omdat ze uit hun oude gewoonte zouden moeten komen. Want die universiteit had andere ambities. Je hebt er net nog over gesproken. Die universiteit had ambities ook op het onderwijsgebied. En niemand van de economen in Tilburg geloofde eigenlijk dat het mogelijk was via het PGO-systeem het onderwijs vorm te geven. Jullie hebben bewezen dat die ambities kunnen. Jullie hebben bewezen dat die onderwijskundige ambities kunnen. En daar heb je een belangrijke bijdrage aan geleverd om dat waar te maken. En dat heeft die positie van die stad enorm versterkt. Daarna moeten mensen niet alleen als wetenschapper kunnen werken, maar moeten ze ook als het ware de groei kunnen managen. Nou, we hebben net verschillende dingen langs zien komen die demonstreren dat jij een belangrijke bijdrage hebt geleverd aan die groei. De aantallen hebben we zien groeien qua studenten, de aantallen promoties, de aantallen artikelen met de knipogen die je daar zelf bij hebt gegeven. Maar ook, wat nog belangrijker is, je kunt binnen in de organisatie heel veel bijdrage leveren, maar het gaat ook om de vraag, en zeker vanuit het perspectief van een lokale overheid, wat is nou de bijdrage aan die samenleving? Wat is de bijdrage aan die lokale samenleving en wat is de bijdrage nationaal gezien? En dan kun je eigenlijk zeggen dat er via drie invalshoeken door jouw bijdrage geleverd worden. En op het culturele gebied, de vrijwilligerschap bij RAAK en andere zaken. Wat je ziet is op maatschappelijk gebied, de pijler, andere activiteiten die gedaan worden. En op politiek gebied. En nou zal ik niet dat partijpolitiek inkleuren, want dat was al een beetje qua richting gedaan, maar op politiek gebied. Want ik denk dat het enorm belangrijk is voor onze samenleving, Europees, nationaal, maar zeker ook lokaal, dat er een bijdrage is uit de economische discipline over de ontwikkeling in die samenleving. En dat kan heel ambachtelijk gebeuren in kleine werkgroepjes, in lokale politiek of bij politieke partijen hier lokaal, dat kan op nationaal niveau gebeuren. Maar beide echelons, dat moet een bijdrage zijn van de economen om die discussie goed te voeren. Ter geruststelling voor ons als burgers kan ik zeggen, als je ze hoort, zijn het ook maar gewone wetenschappers, want tegen de tijd dat ze gaan voorspellen, vallen ze toch een beetje door de mand. Hè. Maar dat heeft Johan, is daar zelf een van degenen die dat steeds met een knipoog terecht aangeeft. En ook als gewone mensen zie je soms economen met iets te veel narcisme.
Ook daar heeft hij zich pijnlijk schuldig aan gemaakt. Alhoewel de laatste weken ben je wel erg veel in de publiciteit. Door de kracht van de inhoud. Dus dames en heren, vandaag een goed moment om namens het stadsbestuur te danken voor de bijdrage die geleverd zijn aan de universiteit en indirect daarmee aan de stad. En dat is heel erg belangrijk, ook voor ons persoonlijk als stadsbestuur. Want u moet u voorstellen, wij maken dezelfde fout als veel economen. Namelijk, als wij zeggen hoe hoog is het werkloosheidspercentage in Maastricht, dan zeggen we, nou, het valt mee, want we beginnen nu steeds meer op het landelijk gemiddelde te komen. We zeggen, het valt helemaal mee met de jeugdwerkloosheid. Het begint wel onder het landelijk gemiddelde te komen. En u merkt dat iemand die zo'n wereldbeeld heeft, eigenlijk niet meer de ambitie heeft om echt te werken aan het bestrijden van de werkloosheid. En daarom is het goed om ook op deze plek die oproep van jou te horen dat die ambitie moet zijn in de wetenschappelijke disciplines, maar daarnaast ook bij die lokale overheden om een en ander te realiseren. Maar, dames en heren, dat was het verhaal van de lokale overheid. Maar, ja, u ziet al dreigend een doodstaan. Dat betekent dat ook nog onderwerp van bespreking is geweest op een ander echelon in Nederland. En dat men de verdiensten van Johan op een rij heeft gezet om tot een bepaalde conclusie te komen die ik dadelijk zal noemen. Ik zal dat wat sneller doen om alles op te sommen, want dat curriculum is veel te groot en daarom de snelheid er even in. In 1984 benoemd als hoogleraar algemene economie en het bijzondere de macro-economie aan de Universiteit van Maastricht. Daarmee eerste richting hoogleraar. Verantwoordelijk opzet programma algemene economie langs de lijnen van probleemgestuurd onderwijs. Eerste economieprogramma wat zo wel opgezet in feite. Dus heel belangrijk. Samen met andere professoren en medewerkers multidisciplinariteit geïntroduceerd met alle relativeringen van dien. Verantwoordelijk voor opzet van de onderzoek op het gebied van de economie, technologische ontwikkeling aan de economische faculteit in Maastricht. Ook in de opzet van het onderzoek heeft hij altijd de samenwerking met andere disciplines gezocht. Vele studenten, vele tutorschappen, vele lezingen, vele debatten. Veel bijdrage aan studieverenigingen van de School of, School of Business en Economics. Grote bijdrage aan de hoge kwaliteit van het onderwijs in Maastricht. Actief betrokken geweest bij nationale en internationale accreditaties en sinds 2007 voorzitter van de opleidingscommissies aan de School of Business en Economics. Betrokken bij vele publicaties, betrokken bij vele wetenschappelijke artikelen, 60 research memoranda, etc. Begeleider van een groot aantal masterstudenten, PhD-studenten, etc. Ook is hij betrokken geweest bij het onderzoeksproject van nationale organisaties zoals de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, internationale organisaties als de OECD en de Europese Unie. Ja, als je niet zoveel had gedaan, had ik het rustig kunnen voorlezen. Betrokken heeft vele bestuurlijke functies bekleed binnen en buiten de faculteit, maar met andere. Ook de universiteitsraadvoorzitter, stichtingsbestuur, universiteitsplatte observant, andere studie en voorzitter van het bestuur van Studium Generale. Daarmee, daarnaast vaak opgetreden als bemiddelaar bij conflicten. En dat is een belangrijk extra kwaliteitscriterium. Daarnaast in 2002 betrokken geweest in Maastricht bij het Centrum for Employment and Equity Europe opgericht. Nauw samenwerken in Newcastle in Australië. Redactielid bij verschillende bladen als maatschrift Economie en kwartaalschrift Economie, Recherche Economie de Louvain, etc. Maar hij plooide ook verschillende activiteiten op maatschappelijk gebied. Afdeling Zuid-Holland van de Partij van de Arbeid, helemaal als jongeman voorzitter daarvan geworden. Lid van de voorzitter van de Oude Raad en bestuurslid RK Basisschool Sint-Pieter. U merkt het, heel veel activiteiten die bijdragen aan de lokale gemeenschap. Voorzitter penningmeester van de Kerkenraad van de Instantiekring Zuid-Limburg. Docent Algemene Economie Bedrijfskunde, etc. etc. dames en heren. En dat betekent dat het zijn majesteit, heeft behaagd om u te benoemen als officier in de orde van Oranje Nassau. U gefeliciteerd, uw familie gefeliciteerd, uw vrienden.
Frank. Ja. Ik dacht even dat Johan dacht dat hij iets mocht zeggen, maar nee. Dames en heren, laat mij ook uit naam van het college van bestuur, maar ook de hele academische staf van deze universiteit van harte feliciteren, Johan, ook je familie, met deze bekroning ook van die 30 jaar hier aan onze universiteit. Ik